Is dat nog een verrassing voor iedereen? Nou, ik heb een voorleesboek bij me. Want daar kom ik speciaal voor, hè. Maar dan ga ik met voorlezen altijd wel. Dit heet een leesbril. En die hebben sommige mensen nodig. Met name de mensen die hier achter staan, die wat ouder zijn. Die hebben wat minder goede ogen. En die hebben dan een leesbril nodig. En die heb ik ook nodig, dus die ga ik even opzetten. Heb jij ook een mooi boek? Maar staat goed, hè, jongens. Ik ga hem even omdraaien, want dan kunnen we zien welk boek ik heb meegenomen. En kijken of een van jullie het kent. Kijk eens. Ik hoor het al, hè? Wat voor dier is dit? Een tijger. Nou, we gaan maar beginnen, hoor. Jeffrey, waar zit het? Hier staat met grote letters. De tijger slaapt. En wat zien we hier? Een schildpad met een mooie ballon. En wat voor kleur is de ballon? Rood. Nou, daar gaan we. De tijger slaapt heel diep. En we willen haar niet wakker maken. Kijk maar. Ga maar heel even zitten, want dan kunnen de andere kindjes niet zien. Kijk maar, want de oogjes zijn dicht. En hier zie je allemaal dieren. De schildpad, die hadden we al gezien. Wat zit daar boven? Een kikker. En daarboven? Een muis. En dit is een? Een vos, hè? En daarboven? Is een ooievaar. Heel goed. De ooievaar met een hele lange snavel. Die wordt nog heel belangrijk. Hij kijkt een beetje bezorgd. Want, waarom kijkt hij bezorgd? Kijk eens goed naar de tekening. Oh jee. Gaat de tijger wakker worden? Ai. De tijger maar over zijn buik. Ja, net gingen we over zijn neusje aaien. En nu over je buikje aaien. Want dat vindt de tijger ook heel lekker. En dan valt de tijger gewoon weer in slaap. En kijk eens, wie is er wakker geworden? Oh, hij is niet een beetje wakker. Hij is klaar wakker, noemen we dat. Het is een hele speciale dag voor de tijger. Want als het een speciale dag is, ga maar kijken. Dan hangen we allemaal slingers op. Hebben we ballonnen en... Want de tijger is... Juist. En daarom wilden alle dieren heel stil blijven. Zullen we even zingen voor de tijger? Lang zal die leven, lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Je bent de piep. Hoera! En toen was het paaltje uit. Ja. Leuk paal, hè? En nou heb ik een juffrouw. Ik ben natuurlijk niet alleen gekomen in een boek. Maar dat ga ik aan een van jullie geven. Oh, nou juf Cindy, je hebt een extra. Mag jij? Waar is juf Cindy? Daar is juf Cindy. Ga eens kijken. Oh, ik ben benieuwd. Wat zit er in juf Cindy? Dat is wel leuk. Voor iedereen één. Als we dan een voorlezer zijn, dan weten we waar we gebleven zijn. Dan het zo op de bladzijde heen. Wat is het dan? Wat is het dan? Een boekenlegger, Joke. Een boekenlegger. Moeten we het even laten zien hoe het werkt? Nou, graag. Kijk, Juf Cindy heeft let op. Goed gelezen. Let op. Zo, en dan weten we, daar moeten we verder. Nou, wat hartstikke meneer de wethouder. Leuk, hè? Ja. Nou, en dan kan je zo weer de volgende dag verder lezen. Want dan weet je waar je gebleven bent. Nou, heb je ook een cadeautje gekregen? Ja, we zijn hier jaren. Dank jullie wel. Nou, ja zeg, wat leuk. Wat lief. Dankjewel, ga ik je een handje geven, hè? Dankjewel, dankjewel. Zal ik het voorzichtig openmaken? Oh ja, ja. Alsof ik ook jarig ben. Voor de wethouder en bedankt voor het voorlezen. Dikke knuffel van alle waterliebelkindjes. Ja, en de jullie. Zo! Er staat een heel moeilijk woord op en dat betekent bedankt.
Noah, ga je alsof je binnen zit als je... Dankjewel, hè. Jullie allemaal bedankt. Ja, je hebt het goed gedaan. En jullie hebben heel goed je best gedaan, hè, kinderen. Maar meneer de wethouder, ja. Luister, wij hebben een vraagje eigenlijk. Ja. Wil u even gaan zitten? Ik ga zitten. Zal ik deze maar even teruggeven? Ja.